kaart na met Rick Daams van Open VLD. Dag meneer Daams. Hallo. Ja, u heeft de Vlaamse regering, de minister-president, complimenten gegeven over de stappen die de regering al gezet heeft om bedrijven te helpen en Brexit voor te bereiden. Nu, als ik vandaag uw partijgenoot, federaal minister De Croo, hoor zeggen, ja, eigenlijk is maar 1 op de 5 bedrijven klaar. Kan je dan wel besluiten dat al die overheden goed werk hebben geleverd? Er zijn 2 verschillende dingen. Je hebt als overheid stappen die je kan zetten, voorbereidingen die je kan nemen, vragen aan Europa stellen dat bepaalde middelen die alleen vandaag naar grote bedrijven gaan, bij een economisch cataclysme, wat dat toch wel zou kunnen worden, dat dit ook naar KMO's zou kunnen gaan. Dat is wat de regering doet. De bewustwording zelf van de KMO's, die komt altijd vrij laat, want die zijn natuurlijk met hun dagdagelijkse bezigheden bezig. En ja, nu komt dat plots heel dichtbij. Er zijn roadshows geweest. Ja, absoluut. Absoluut. Waar de minister-president aanwezig was. Maar toch blijkbaar niet genoeg dan, als slechts 1 op de 5 klaar is. Ik denk dat die er wel genoeg zijn geweest, maar natuurlijk, je kan het paard bij het water brengen, het moet wel willen drinken. Mm-hmm. Ik denk dat de KMO's inderdaad heel veel bezig zijn, nogmaals, met hun dagdagelijkse bezonjes. En daarom ook niet meteen hun zicht hebben gesteld op die mogelijkheid van die Brexit, die nu plots heel reëel wordt. Plots wordt het nijpend, hè? Nu, en dan is de volgende vraag, kunnen we nu nog snel genoeg schakelen om alsnog die KMO's te ondersteunen? En dat denk ik wel. En ja, u heeft een aantal zaken gevraagd, hè. Ik wil erop ingaan. U pleit onder meer voor een Brexit-fonds dat ondernemingen zou moeten ondersteunen. Het vraagt ook wel wat verduidelijking, hè. Wie moet dat fonds dan oprichten? Hoeveel moet daarin? Wel, vandaag is het zo dat binnen Europa er instrumenten bestaan. Er zijn er verschillende. Er is er eentje dat vandaag al gericht is op bedrijven, grote bedrijven die op hun kop gaan. Fort Genk is daar een voorbeeld van. Dat is een Europees fonds. Dat is een Europees fonds. Alleen is dat beperkt tot bedrijven met meer dan 500 werknemers. Je zou kunnen zeggen, hey, in Vlaanderen hebben we daar nu toch wel veruit het meeste last van, maar we hebben alleen kleine bedrijven of hoofdzakelijk kleine bedrijven. Doe die grens naar beneden. Dat is heel makkelijk. En dan komen die middelen vrij. 2, maak een specifiek Brexit-fonds. Moet de commissie dat doen? Of moet het Europees Parlement dat doen? De commissie. Dat is in principe de commissie die regels kan aanpassen. En zo al moet een check and balance met het Europees Parlement zijn. Vandaar dat u zegt, minister-president Bourgeois gaat pleiten bij de commissie. Wel, minister-president Bourgeois moet in eerste instantie de neuzen gelijk krijgen op Belgisch niveau. Met de Waalse, Brusselse, federale collega's. Dat zal niet moeilijk zijn. Maandag is al een vergadering. En dan moet dat doorgeschoven worden naar Europa. En Vlaanderen is niet de enige. Dus ik denk dat dat absoluut wel zal doorgaan. Een tweede zaak gaat bijvoorbeeld over investeringen, specifieke investeringen in die gebieden die getroffen zijn, economisch. En dat is dan eerder een Brexitfonds. Maar er zijn heel veel fondsen. Je hebt vandaag een heel groot fonds samengeteld dat groter is dan de volledige economie van België, meer dan 400 miljard euro. Alleen moeten die fondsen, ja, de regels er rond gewoon anders gebruiken. Over regels gesproken, u pleit in het halfrond ook voor een versoepeling van regels die aan ondernemingen worden opgelegd, daar concreet over. Wel heel concreet, waar gaat dat over? Je hebt bijvoorbeeld het feit dat als je met overheidsgeld een bepaald bedrijf ondersteunt, dan kan dat als staatssteun bekeken worden en dat mag dat niet. Je kan wel zeggen, het een tijdelijke titel, omwille van deze specifieke situatie kan dat wel. Tijdelijk, beperkt. En dat kan vandaag niet en je kan wel die regels aanpassen. Is in het verleden gebeurd, tijdens de financiële crisis 2008-2009 heeft men dat ook gedaan. Dus het is niet zo dat het niet kan. Je kan hetzelfde instrumentarium gewoon activeren, ja, om voor KMO's dat ook te doen. Federaal minister Peters pleit voor een noodwet om een aantal zaken versneld te regelen. Moet er dan een nooddecreet komen ook, om dan de dingen waar Vlaanderen voor bevoegd is versneld te kunnen doen? Zou kunnen, maar ik denk dat dat heel beperkt is. Want die noodwet waar men op federaal niveau verpleit, dat gaat over bijkomende middelen kunnen voorzien om bijvoorbeeld douanebeambten aan te werven. Mm-hmm. Om mensen aan te werven die de finosanitaire controles gaan doen, daar gaat dat in hoofdzaak over. Dus mensen aanwerven, die controles die je nu plots wel moet doen, die gisteren niet moesten gebeuren, ja, die dan ook kunnen uitvoeren. Want wat betekent die Brexit? Plots komt daar een grens tussen Europa en Groot-Brittannië. Dus alles wat over en weer gaat, voldoet aan andere regels. Ja, en zal de douane moeten passeren? Het is trouwens een federale regering in lopende zaken. U heeft hier eigenlijk een sneer gegeven, hè, naar de N-VA, dat, ja, de regering lopende zaken heeft. Wel, heel terecht. Allee, de olifant in de Kamer loopt daar al lang rond. Hè. De Brexit is al lang geweten. Het risico van een harde Brexit bestond. En in die zin heb ik inderdaad gezegd, en dat meen ik ook, dat ik het toch wel op zijn minst wat onverantwoordelijk heb gevonden, dat men in die situatie, dit wetende, over een heel ander onderwerp zegt, ja, dan gaan we die regering maar in lopende zaken duwen. Meer nog, er is zelfs gepleit voor vervroegde verkiezingen. Kan je je inbeelden dat je nu in een situatie zou zijn waarbij er zelfs geen Belgisch parlement was en je niet eens een noodwet zou kunnen stemmen? Dus het is een terechte opmerking en misschien, ja, had men aan die andere zijde wat beter moeten nadenken. Oké. Bedankt in elk geval voor dit gesprek en u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen.
Graag tot een volgende keer. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.